Welkom bij mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van de moestuin gaat ze haar ontkiemde watermeloenen in een grotere pot zetten. Mijn watermeloentjes. Ik had er 4 gezaaid, er zijn er 2 opgekomen. Ik heb er nog een paar opnieuw gezaaid, misschien komen die ook nog wel op. Zullen dus wat vertraging oplopen ten opzichte van deze. Zoals je kunt zien, deze is wat lichter als die van kleur. Dus deze zou wat gebrek, misschien wat voedinggebrek hebben. Nou ja, goed, je kunt zien. Ze ontgroeien het potje ook al vrij snel als ze zo door blijven groeien. De worteltjes komen er al aan de onderkant weer uit. Dus ook deze gaan van mij zo snel mogelijk in een groter potje. Die gaan in deze 9 mm potjes. Zitten gaatjes onderin uiteraard, zodat het water weg kan. Die ga ik vullen met kokospotgrond. Kent hem wel van de bekende pak. Ik heb hier wat tuincompost in zitten van een compostdag. En daar heb ik dus de kokospotgrond bij gemengd. En dan heb ik er nog wat kumiskorrels doorheen gemengd als voeding. Die komen langzaam vrij. Mocht ik zien dat het toch te weinig is, dus dat ze gebreksverschijnselen betekenen. Dus dat je zegt van nou, het geel of net wat. Dat ik zeg van nou, het zou aan de voeding kunnen liggen. Dan kan ik er altijd nog bijvoeden met vloeibare voeding. Die is makkelijker en sneller opneembaar is. En dan kan ik afkijken wat het gaat doen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat dit voldoende zal zijn om ze te kunnen laten groeien. Ik doe gewoon wat van de mengeling van 50-50 compost en potgrond. En dan wat kumiskorrels doe ik erin. Ik pak het plantje gewoon met potje en al. Die zet ik erin. En dan ga ik het gewoon aanvullen langs de kant. Het potje in het midden houden een beetje. Nou, daar vul ik hem aan. Zodat er rondom aarde komt te zitten. Wat ik een beetje aandruk. Zodat er geen lucht tussen blijft zitten. Want daar kunnen de planten hebben we lucht bij de wortels nodig. Maar kunnen niet in de lucht groeien. Dus overal zorgen dat er grond aanwezig is. En als je dus goed gevuld is. Kan het plantje verder groeien. Ook de andere uiteraard. Een beetje grond onderin. Plantje met potje en al gaat erin. Dan wil ik hem rondom aan met de mengeling van aarde. Zo druk ik hem wat rondom aan. Om hem vervolgens verder aan te vullen. Stukjes kunnen eruit. En ook nummertje 2 staat in de grond. Dan hoort er nog eventjes het labeltje bij, zodat ik weet dat dit mijn watermeloentjes zijn. En dan geef ik ze nog eventjes water. Gewoon op de aarde, niet over het plantje. Gewoon op de aarde. Laat ik er eventjes doorheen trekken. En dan gaan ze weer terug naar mijn vensterbank. Want ook deze plantjes houden graag van warmte. Deze trouwens van heel veel warmte. En nu het zonnetje lekker schijnt, wordt het in het kastje ook lekker warm. Maar aangezien het zonnetje nog lang niet de hele dag schijnt en het ook de halve dag staat te regenen. Hou ik ze nog heel eventjes op de vensterbank voor een paar dagen. Als het dadelijk, ze beloven dat het weer beter wordt. Als het dan dadelijk een paar dagen mooi weer is geweest en het kastje merkt dus dat in het kastje overdag gemiddeld zo'n ongeveer 20 graden is, gaan deze naar het kastje toe, dan staan ze goed zat. Dan kunnen ze een beetje wennen aan de koudere nachten. En als ze wat groter worden, gaan ze uiteraard in een groter potje, maar ze blijven in mijn kastje staan. Omdat ik denk als ik ze buiten zet, dat het gewoon de zomers van Nederland gewoon te koud en te kil zijn om überhaupt vruchten eraan te krijgen. Vorig jaar heb ik geprobeerd, maar toen was mijn kastje dus
in de loop van het voorjaar stuk gegaan. En heb ik dus een heel nieuwe moeten bouwen. En daar hebben mijn plantjes toen erg veel van geleden. En een paar keer opgestaan. Nou ja, goed. Hij schiet wel weer. Hij maakt wel nieuwe scheuten en dergelijke. Maar hij heeft dus niet de kans gekregen om daadwerkelijk bloemetjes te maken en vrucht te zetten. Vandaar dat ik er in ieder geval alvast twee heb. Ik heb er nog een paar meer gezaaid. In de hoop dat ik überhaupt vruchten krijg. Als dat niet lukt, dan weet ik dus dat ik geen watermeloenen hoef te proberen. Ik zal het dan misschien nog wel in een paar jaar proberen, maar dan zijn de verwachtingen minder. Het eerste jaar is me in ieder geval gelukt om één meloentje te krijgen. Die goed was, gewoon een klein babymeloen. Nou, het lijkt me leuk om dit jaar ook weer te krijgen. Ik heb ze in ieder geval in een grote potje staan. Ze kunnen weer vooruit. Ik ga ze gauw weer voor de raam zetten, want hier buiten is nog veel te koud voor hen. En ik hou jullie op de hoogte hoe ze zich ontwikkelen. Tot dan! Tot de volgende keer!